vagina en vooral de clitoris zijn belangrijk voor het hebben van seks en het genieten van seksualiteit. Rond de ingang van de vagina zitten de binnenste en buitenste schaamlippen. Waar de binnenste schaamlippen elkaar aan de bovenkant raken, ligt het zichtbare deel van de clitoris. Een bobbeltje zo groot als een ert, waar veel zenuwcellen in zitten. Voor de meeste vrouwen is de clitoris de meest seksueel gevoelige plek in hun lichaam. Het uiterlijk van de schaamlippen verschilt van vrouw tot vrouw. De binnenste schaamlippen stulpen meestal wat verder uit dan de buitenste. De binnenste schaamlippen zijn zelden even groot. Tussen de clitoris en de opening van de vagina ligt het plasgaatje. Het is de uitgang van de urinebuis. Aan de binnenkant van de vagina zit het maagdevlies, een smal randje weefsel langs de wand van de vagina. Het maagdevlies is bijna nooit een gesloten vlies. Bij de eerste keer seks wordt het maagdevlies opgerekt. Als een vrouw voldoende ontspannen, opgewonden en vochtig is, hoeft dit geen pijn te doen. Een vrouw hoeft dus ook geen bloed te verliezen. Als het maagdevlies nog stug is, kan er wat bloed vrijkomen tijdens of na de gemeenschap. Als vrouwen opgewonden raken, zwelt de clitoris en wordt extra gevoelig voor prikkels. Tegelijk zwellen de schaamlippen. Ook de schaamlippen kunnen extra gevoelig worden. De binnenwand van de vagina wordt vochtig. Er zijn maar weinig vrouwen die klaarkomen door het heen en weer gaan van de penis in de vagina. De meeste vrouwen komen klaar door strelen, wrijven of likken van de clitoris. Bij het klaarkomen van een vrouw schokken de spieren van de bekkenbodem, de baarmoeder en de onderbuik. Er is dan even minder controle over de spieren. Het hele lichaam kan schokken. Bij het klaarkomen kan een vrouw kreunen, heftig zuchten of juist heel stil zijn. Hoe klaarkomen voelt is voor iedereen anders, van heel intens tot vluchtig. Het verschilt per keer hoe lang het klaarkomen duurt en hoe sterk het is. Dat kan liggen aan hoeveel tijd u ervoor heeft genomen, maar ook of u zich lekker voelt, hoe fit u bent of hoeveel zin u heeft om te vrijen.